Hallo allemaal. Het is vandaag 27 april, Koningsdag, en ik heb al heel lang niet meer gevist. Het was iedere keer rot weer als ik wilde gaan. Nou, vandaag is het in ieder geval droog. Het wordt een graad of 10. De wind komt uit het zuidoosten, klein briesje. Alleen de watertemperatuur is nog laag. Nog geen 10 graden. En de luchtdruk veel te hoog, 1021. Nou, we zullen wel zien wat het wordt. Ik ben blij in ieder geval dat ik weer eens aan de waterkant zit. En de mat bleef droog. Het probleem met penvissen, anno 2023, is dat er bijna nergens meer gemaaid wordt. En ik heb geen zin om eerst het eerste uurtje of drie te gaan tuinieren. Even verder kijken. In het voorjaar heb ik hier een stek uitgehakt. En ik had eigenlijk gehoopt dat hij redelijk overwoekerd zou zijn. Maar het ziet er naar uit dat hij ontdekt is en dat er volop gevist is. Want ik kan er gemakkelijk bij. Nou ja, ik heb geen tijd om veel te gaan zoeken. Dus ik ga het toch maar gewoon hier proberen. Altijd leuk, een snelle aanbeet. Ja, ik moet nog wel een beetje aan het formaat gaan werken. En aan de soort. Dat is gewoon een hele grote giebel. Nummer 2 is van de goede soort. Maar ook weer een heel kleintje. Hij heeft een lelijke wond. Waarschijnlijk van een aalscholver of een snoek. Maar gauw terug. Mijn pennetje ging er vandoor als een speer. Maar dit is toch niet waar ik op hoopte. Maar goed, ze worden allemaal met respect behandeld. Nou, met dit visje heb ik volgens mij meer kroos binnengehaald aan gewicht dan aan karpen. Ik ga hem snel terugzetten, want hij heeft een beschadigde staart, zie ik. Er zit een rare kronkel in. Bijna donker en dan kan ik mijn pinnetje niet meer zien. Kom je nou in dezelfde situatie en je wilt toch doorvissen, probeer dan de kringelmethode eerst. Je haalt alles van je lijn, behalve de haak, en je gaat vissen met een korst of met een langzaam zinkende pluim. Je trekt je lijn strak, trekt er een bochtje in, die leg je over je hand. En je houdt hem vast tussen je vingers. Je voelt het onmiddellijk. Als het begint te jeuken van het lijntje. En als hij dan zachtjes aan je vingers begint te trekken, slaan. Super ervaring. Ik kan het iedereen aanraden. Hallo allemaal. Dat is heel lang geleden. En dat komt omdat ik een heel slecht voorjaar gehad heb met penvissen. Ik wil het er niet meer over hebben. Vandaag zit ik op een zandafgraving. Het is een graad of 15. De luchtdruk is 1015. En de wind is noordwest 4. Nou, ik vis instant respons. Een paar uurtjes vanmiddag. We zien het wel. Ik kijk net op buienradar. En ik zie dat ik me vergist heb. Het ziet er nu allemaal nog lekker uit. Het gaat regenen over een uurtje of twee.
en meteen voor de rest van de middag. Bovendien is het 1022 millibar in plaats van 1015. Het is weer zover. Wat een voorjaar. Eterstijd. Ik ben 2 uur aan het vissen. En de vraag is of buienradar gelijk gaat krijgen. Nou, we zullen het snel weten. Het is inmiddels droog en helder. En het is serieus gaan waaien uit het noordwesten. Ja, dan zou je toch iets verwachten, hè? Wat een slecht begin van het voorjaar. Vanochtend vroeg regende het pijpenstelen, dus gaat het toch maar een avondsessie worden. Ik vis strakjes, ik denk een uurtje of 4, 5 misschien, tot het donker wordt, op het kanaal. Gewoon simpel, ik heb voorgevoerd, dus niet moeilijk door mijn reks, ook niet moeilijk door mijn aas. Ik ga naar mijn stek. Ik ben op de stek en het waait hard en het stroomt behoorlijk. Ja, je kan niet alles hebben. Ik vis met 2 hengels, onderaan het taluut, een metertje of 5 uit de kant. Eentje met een snowman en de ander gewoon met een 20 mm boilietje. Ik hoop dat het wat op gaat leveren. Nou, deze wonderschone, brutale brasem van 62 centimeter. Ik had geen enkele moeite met mijn boilie van 20 mm. En hij was er al gauw bij. Dus ik hoop dat hij wat karpers mee gelokt heeft. Ik ga hem snel terugzetten. Je moet natuurlijk blij zijn met elke karper. Maar ik kan niet laten om te zeggen dat ik een beetje teleurgesteld ben. Een polderschubje uit het kanaal. Ik heb er zoveel gevangen in het verleden. En het schiet mij niet op. Ik ga hem terugzetten. Het paait nog steeds behoorlijk. En ik heb inmiddels 3 brasems en 1 karper. En zo even schiet er een karper los. Niet spectaculair. Ook weer zo'n polderkarper. Van een pond of 8 misschien. Ik ga verder. Het is alweer tijd om in te pakken. Ik vis elk jaar 2 keer op dit kanaal. 1 keer in het voorjaar met de pen en 1 keer zomers. En het gaat eigenlijk al jaren hetzelfde. Ik zit hier tegen beter weten in. Het eerste uur vang je 3 brasems, meestal hele grote. En dan valt het soms 2 uur lang helemaal stil. En als je dan geluk hebt, dan vang je nog 2 polderschubjes. Altijd klein, althans in mijn geval. 16 pond is een uitzondering. Al heb ik natuurlijk ook wel eens grotere gevangen. Maar dat was 25 jaar geleden. Anyway, het zit er weer op wat mij betreft. De volgende keer zien we elkaar aan een zandafgraving. Tot dan. Het is de laatste weken knetterdruk op het Nijenzand. En er wordt ook nog eens heel slecht gevangen. Zelfs 's nachts. Nou, ik ben er wel klaar mee. Ik ga een paar weken lekker op de rivier vissen. Op baars en snoekbaars. En dan kom ik hier in het najaar weer terug. Hopelijk is het dan een stuk rustiger.